Projectontwikkelaar Nico Willad uit Bolsward wil na de zomervakantie het NOBA-terrein in Workum weer aanpakken. Na het faillissement van bouwbedrijf Bleker is de bebouwing van het terrein stilkomen te liggen. De heer Willad heeft groen licht gekregen van de gemeente Zuidwest-Friesland. De architectuur ligt in handen van Penta uit Hallingen. Het bouwplan bestaat uit woningen met twee slaapkamers, een royale binnentuin, garages en bergingen. De helft is koop en de andere zijn huurwoningen. Voor de zomervakantie moeten de aanbestedingsprocedures afgerond zijn. Tijdens een oefenavond van de Sneeker brandweer kwam er een melding van een schoorsteenbrand in Sneek binnen. De brandweer was snel ter plaatse, maar helaas raakte de hoogwerker in storing, waardoor deze tijdelijk niet inzetbaar was. Voor de zekerheid werd de brandweer uit Bolsward gealarmeerd. Gelukkig hoefde de brandweer uit Bolsward niet uit te rukken, omdat de hoogwerker van Sneek snel weer operationeel was. Uiteindelijk was de brand snel onder controle. Naar aanleiding van de wisselvallige temperatuuromstandigheden verwacht de gemeente Zuidwest-Friesland enkele tonnen schade... Door de plotselinge temperatuuromslag loopt het wegdek in de gemeente enorme schade op. Op dit moment zijn er al slechte stukken bij. Weggebruikers worden verzocht rekening te houden met de slechte omstandigheden. Skieler en schaatsvereniging De IJster uit Sneek organiseert een skillertocht over 30 kilometer door Zuidwest-Friesland. De tocht gaat door schitterende plaatsen zoals Hartwoord, Volscharen, Nijland en Blauwhuis. De skillertocht vindt plaats op 25 maart en start op de skillerbaan aan het schuttersveld in Sneek. Inschrijven kan tussen 11 uur en kwart voor 1 op de Schielerbaan. De inschrijving kost 5 euro en niet-licentiehouders dienen een daglicentie erbij te kopen voor 2,50 euro. Voor meer informatie kunt u bellen met het volgende telefoonnummer 06 215 22